Welkom bij een nieuwe aflevering van Dordtse Koppen. Vandaag nemen we een kijkje in de Vogelbuurt, waar heel veel leuke dingen worden georganiseerd om de buurt een leukere plek te maken. Kom, laten we maar eens een kijkje gaan nemen. Vandaag nemen we een kijkje in het DIY-atelier. En spreek ik Annerie, die hier vrijwillig elke dinsdagochtend en middag mensen van jong en oud leert hoe je kunt recyclen op een leuke manier. Hallo. Hoi, welkom in het Do-It-Yourself-atelier. Nou, ik ben Annerie, ik ben 39 jaar en ik heb hier een Do-It-Yourself-atelier. Wat kun je hier echt allemaal doen in het DIY-atelier? Je kan hier achter het naaimachine, je kan hier komen breien, je kan hier komen haken. Je kan hier zelf een workshop komen geven met iets waar jij weer goed in bent. Stel jij maakt bijvoorbeeld poppen, dan kan je dat hier komen doen. En het is eigenlijk de bedoeling dat de buurt dingen met elkaar gaat doen. Dus ja, weet je, jouw buurvrouw kan heel goed naaien, maar jij niet. Nou, leer het elkaar en help elkaar. Komen hier alleen maar kinderen of komen hier ook oudere mensen? Nee, er komen hier eigenlijk kinderen en oudere mensen en ook wat daartussen zit, de tussenlaag. Ik heb laatst een workshop gedaan met kinderen van t-shirts, tassen maken. En de oudere dames die komen wat meer voor naailessen. Hoe is het DIY atelier ontstaan? Nou, het is eigenlijk ontstaan dat ik op de hoogte gesteld werd dat er hier een project gaande was. Dat er weer een buurthuis terugkwam. En kon je je plan komen pitchen om te kijken van wat kan er nog meer in de buurt gedaan worden. En mijn plan was om een do-it-yourself atelier te starten. Om mensen er bewust van te maken van, joh, ook al is een broek kapot, gooi hem niet weg. Want je kan er nog zoveel andere dingen van maken. Dus het heeft ook wel wat te maken met recycling? Ja. Daarom ben ik ook laatst met kinderen tassen gaan maken van oude t-shirts. Neem geen plastic tas meer, maar pak je oude t-shirt en maak daar een tas van. Ja, Gert-Jan, Argu, Nieuw Dordtspeil. Platforms op internet waarop mensen hun mening kunnen laten horen. Ja, we elkaar kunnen discussiëren over wat er gebeurt. Ik heb ze gezien en bekeken. Er zitten grote verschillen tussen die twee overigens hoor. Dus laat ik weer positief beginnen. Ik vind het hartstikke goed dat burgers invloed kunnen uitoefenen op dat wat er in de stad gebeurt. Want absoluut. Die stad is nu eenmaal van ons allemaal. Dus als je daar invloed op kunt uitoefenen, is dat heel erg fijn. Maar als je dan kijkt naar wat er echt gebeurt op die platforms, dan is Argu echt alleen maar internet, een website waar een stelling op wordt geponeerd en daar mag je op reageren. Mm. Je weet niet wat er met je reactie gebeurt, dus dat is eigenlijk alleen maar voor de bühne. Je kunt even je ei kwijt, je kunt even zeggen wat je ervan vindt, maar ik vind het vrij hol. Zeker als je beseft dat Argu is ingevoerd en een budget kreeg van de gemeenteraad, omdat het ging over burgerparticipatie. Nou, burgerparticipatie ziet er voor mij in ieder geval anders uit dan een website met een stelling waar reaguurders iets onder gaan kalken. Ja. En je ziet er ook rijpe groene reacties en je ziet er negatieve dingen en de mensen die wel proberen iets opbouwends te zeggen. Ja. Dus je ziet er hele verschillende dingen op gebeuren. Maar dat blijft een beetje in niemands land hangen, zal ik maar zeggen. Het wereldwijde web als een soort van niemands land waar meninkjes rond waren. Ja, precies. En dat maakt dat Argu niet zo geschikt is. En zeker niet het antwoord is op de reële vraag die in de raad gesteld werd. Van hoe creëren we nou meer burgerparticipatie? GroenLinks kwam met dat punt in de raad, herinner ik mij. En dan zou ik me als raadslid bekocht voelen als dat uiteindelijk Argu geworden is. Ja, nee, dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus dat is heel mager. Maar gelukkig gebeurde er meer. Hè? Dan kom je bij Nieuw Dordtspeil. En Nieuw Dordtspeil is een echt lokaal initiatief. Argu is iets wat ook andere gemeenten gebruiken. Dan heet het argu.nl/Dordrecht of /Appingedam. Weet ik veel wat het allemaal doet. Nieuw Dordtspeil is echt Dordts. Is een initiatief om echt een thermometer in de stad te steken. Dus echt het gesprek aan te gaan met burgers. Nieuw Dordtspeil
houdt enquêtes, dus stuurt echt gericht naar mensen een vragenlijst van vul hem alsjeblieft in, want we willen iets met die uitkomst gaan doen. Ja. Koppelen ook terug wat ze met die uitkomst doen. En ze organiseren bijeenkomsten waar mensen kunnen komen praten over zaken die er spelen en over wat ze op hun lever hebben en hoe het beter kan in die stad. En ik ben naar een van die bijeenkomsten geweest. En okay. Dat was, vond ik, heel erg boeiend en heel erg leuk om met mensen uit de politiek en betrokken burgers over een aantal onderwerpen te praten. En dan kom je af en toe toch weer heel verrassende zaken tegen. Ja. Omdat je ook als burgers onderling over dingen in gesprek raakt. En dat is uiteindelijk ook wat de bedoeling is. Nou, dat is volgens mij, staat dat veel dichter bij wat de gemeenteraad uiteindelijk wilde. Iets van burgerparticipatie. Ja. En van mij mag je dat nog veel verder doorvoeren. Ja. Ik weet niet of je David van Rijbroek kent. Heeft ooit een boekje geschreven tegen democratie. Mm. En die zegt eigenlijk heel kort door de bocht, zegt hij van, waarom zouden we nou eens in de 4 jaar gaan stemmen? Je kunt beter je parlement loten, daar komt even goede besluitvorming uit voort. Dat is iets voor te zeggen. Daar is best iets voor te zeggen. Maar hij zegt ook van, zeker op lokaal niveau, zorg nou dat je instrumenten creëert en inzet om je burgers bij dat wat er in de stad gebeurt heel optimaal te betrekken. Andere steden organiseren bijvoorbeeld een G1000, zo noemen ze dat. Ja. Kun je ook landelijk doen, maar je kunt het ook lokaal doen. Dan hou je een hele grote conferentie. Je hebt een vraagstuk waar je als stad mee zit. Je nodigt een paar honderd burgers uit en in een begeleid discussieproces laat je die burgers het antwoord op de vraagstelling creëren. Ja, ja. En dan krijg je een hele gedragen en leuke oplossing voor een probleem waar de stad mee worstelt. En volgens mij is dat vele malen beter. Ja. En hebben burgers daar ook een veel beter gevoel bij dan, zeker lokaal. Hè? Lokaal is het echt afgebakend eens in de 4 jaar naar de stembus te gaan. Landelijk mogen we wat vaker, hè? Want kabinetten die vallen nog wel eens. Dit kabinet zit toevallig een keer een rit uit. Maar lokaal is het echt maar eens in de 4 jaar. Dus maart 2018 mogen we weer. Ja. Maar één hokje rood kleuren is wat anders dan invloed uitoefenen op wat er in je stad gebeurt. Nee, precies. Dus doe daar nou veel meer mee. En nieuw door het spel vind ik een welkome eerste stap in zo'n proces. Ja, dat geloof ik. Lokale referenda zou ik heel mooi vinden. En zo'n G1000 ook 1-2 keer per jaar zou echt prachtig zijn. Maar doe iets met die burgers. Betrek ze bij dat wat er in die stad gebeurt. En we hebben een uitgelezen kans. Hè? We hadden het de vorige keer over Brok. Die vertrekt. Ja. Hou nou een burgerenquête. Hou een burgerforum. Hou ruggespraak met de mensen uit je stad over wat voor type man moeten wij straks die ketting omhangen. Ja, oké. Okay. Genoeg stof tot nadenken dus. Maar we gaan nu eerst even naar een ander item. We zijn zo meteen weer terug. Vind jij dit station een mooi station? Of? Op dit moment vind ik het een mooi station, maar het is wel wat oud, dus het kan wel veranderen in gebruik. Ik woon zelf in Egypte en daar zijn dingen vaak nog veel belabberder dan hier, dus voor mij is het prima. Ah, je hoeft niet te liegen hoor, het is echt vrij lelijk. Ik heb lelijkere gezien, maar ja, het kan inderdaad wel veranderen in gebruik, het is best oud. Ja, ik vind het wel een mooi station eigenlijk. Mag wel wat uitgebreider, zeg maar, Er is eigenlijk geen hol te doen naar je binnen. Eigenlijk niet, nee. Weet je, wat moet je op het station doen? Je kan geen feest vieren op het station. Snap wat ik bedoel? Je gaat om in en uit te checken en verder niet echt veel, denk ik. Wat ik vind? Ja, ik vind heel mooie plekken en de station heel... alles goed hier. Er is niet heel veel te beleven, nee. Ik werk hier zelf bij de Albert Heijn. Dus ik merk ook wel dat de reizigers hier binnen het station zeg maar moeite hebben om mijn winkel hier aan deze kant te vinden. Dat vind ik dat is wel een beetje jammer inderdaad, ja. Ja. Ja, dat komt ook mede doordat de poortjes er zijn gekomen. Zijn die poortjes nou veilig of functioneel? Nou, die zijn absoluut veilig en functioneel. En ik denk dat het ook wel goed is voor de treinen dat gewoon iedereen netjes gewoon betaalt voor zijn treinreis. Mag ik jou wat vragen? Nee. Jammer. Mag ik vragen wat u in godsnaam bij u heeft?
Het is een monofin. Een monofin. De doos is open, ik kan hem wel even laten zien. Dus het is om mee te zwemmen. Ah, nou zie ik het. Mevrouw, waarom liep u nou weg? Hé, doe eens even rustig. Reis je vaak met de trein? Waarom ga je mij lastigvallen? Ja, als je nou even gewoon mijn vraag beantwoordt. Nou, nee, welke vraag? Nou, reis je vaak met de trein? Nee. Nou, wat vind je gewoon van hoe de treinen rijden hier? Ja, hoe moet ik dat omschrijven? Kut. Ja, zwaar kut inderdaad. Nou, tot de volgende keer. Een fijne dag nog verder, mevrouw. Ik hoop dat u lekker geniet van je avond. En doei. Grappig is, dan sturen ze me gratis kazantkaartje voor de moeilijkheden. Ja, wat heb ik daar aan, man? Ik woon naar school. Dan heb ik nog een vraagje. Heeft u misschien een vuurtje voor mij? Ik heb... Ja. Zou u een trein na kunnen doen? Nee. Tjoek tjoek. Want? Schrappig. Een remmende trein misschien? Skit! Een trein die remt anders. Skit! Dat is het. Maar die trein komt altijd te laat, toch? Snap je? Ik vind het wel grappig om te zien hoe een website als Argu dan echt in schril contrast staat met Nieuw Dordspeil. Want Nieuw Dordspeil maakt, als ik het zo zie, echt meters. Daar gebeurt wat. Ja, maar, terwijl dat een heel lokaal iets is. Ja, dat laat wel zien hoe graag mensen willen dat er iets gaat gebeuren. Ja, dat klopt. In onze maar dat is ook de kracht van Nieuw Dordspeil. Het is een lokaal initiatief. Het wordt lokaal vanuit het stadhuis voorbereid, gemodereerd. Ze kiezen verschillende manieren en media om iets te bereiken. Want ze hebben ook, en dat vond ik erg leuk, een beetje man bij het hondachtig, camera's op plekken in de stad gezet. Ja. Mensen konden wat zeggen. Hè? Ja. Ze hebben die enquêtes gehouden, ze hebben die bijeenkomsten gehouden. Maar het is allemaal lokaal en je weet dus zeker dat het ook echt spontaan en vanuit die lokale gemeenschap ontstaat en dat er een commentaar geleverd wordt. Ja. Argu is een vast format dat in meer gemeenten wordt uitgerold. En ik vind dat toch een beetje een doekje voor het bloeden. Ik vind het toch een beetje, stelling, komen wat reacties. Ja, het is... Mensen zijn hun ei kwijt, mensen hebben hun hart gelucht gaan weer door met waarmee ze bezig waren. Nieuw Dordspeil timmert in, leuk aan de weg, wordt goed omarmd vanuit de gemeenteraad. Raadsleden steken daar extra energie in om naar bijeenkomsten te gaan, om met die burger in gesprek te raken. Ja. Dus dat vind ik echt top. Ja. Vind ik heel goed dat gebeurt. Ja. Ja. En gewoon mee doorgaan dus. Zeker de komende absoluut. Tijd. En uitbreiden. En misschien zelfs nog andere dingen gebruiken. Ik heb zelf een aantal jaren in de gemeentepolitiek gezeten in Apeldoorn. Daar hadden we ook gewoon een aantal stakeholders in de stad die we ook af en toe bij elkaar riepen rondom een thema om te zorgen van dat er draagvlak ontstond. Dat je eens even wilde politieke ideeën eerst kon toetsen voordat je in die raad in die microfoon blaart dat je iets anders wil. Ja. Dus die burger is toch uiteindelijk degene waar je het voor doet. En die heeft veel meer aan jou mee te delen dan alleen dat hokje in kleuren. Absoluut. Met elkaar moeten we uiteindelijk toch iets... Ja. En ik zeg niet dat onze raadsleden te weinig aan doen. Hè? Ik bedoel, ga in hun schoenen staan. Het is een hell of a job. Nee, absoluut. Naast hun dagelijkse bestaan. Daar steken ze heel veel tijd en energie in. Ja. Maar het zou allemaal een stukje beter mogen. En Dordrecht heeft een wat oude manier van vergaderen ook in die gemeenteraad. De is cultuur zo? Is nog echt met oude commissies. En het is een beetje plechtig en een beetje statig. Toen ik pas in Dordrecht woonde, ik ben een import-Dordtenaar, heb ik onze lieve burgemeester ook een beetje vergeleken met de burgemeester van het oude kinderprogramma Zwiebertje. Het is iemand met aanzien, het is een goede burgervaarder, maar iets van moderniteit zou er wel bij mogen. Ja, dat herken ik. Dat wil ik dus wel voor zijn opvolger heel graag. Ja. Nou, wie weet. Ja. We gaan het zien. We gaan straks verder met Kroegpraat. We gaan nu eerst kijken naar een item over het do-it-yourself atelier. Tot zo. Het gaat door tot 2020, totdat het laatste flatgebouw gesloopt wordt.
Dus echt 2020, dat is nog wel even. Ja, ja, ja. En hoe is het om dit vrijwillig te doen? Hoe is het om vrijwilliger te zijn hier in de Vogelbuurt? En is het alleen tijdelijk of gaat het nog wel best wel een eindelijk tijdje door? Nou, ik zelf vind het heel leuk om hier vrijwilliger te zijn. Ik ben hier zelf opgegroeid. Ik ken de buurt ook heel erg goed. En het is eigenlijk de bedoeling dat het wel door blijft gaan. Ook als wij dadelijk met dit project klaar zijn. Dit gebouw, de plek waar we nu zijn, wordt dat ook gesloopt? Ja, er zijn hier vier straten waar de flatgebouwen van gesloopt worden. Daar komt wel nieuwbouw voor terug. Maar tot die tijd willen wij de buurt bij elkaar brengen. Ik wil heel graag iets vertellen over ons breiprojectje. We hebben een breiproject hier in de buurt. En dat houdt in dat de hele buurt breisels aan het maken is. En dat gaat van mutsen tot aan kindersjaaltjes. Van alles wat eigenlijk. En dat wordt morgen aan de buurt gratis uitgedeeld. Dit is ook een heel leuk motief. Wie kwam hier mee met dit idee en hoe is het ontstaan? Een buurtbewoonster die kwam met dit idee en die stelde voor van als we nou zorgen dat er ook wol gedoneerd wordt in de weggeefkast met breipatronen erbij. En dan iedere dinsdagavond komen hier vrouwen uit de buurt breien. En deze breisels worden allemaal ook weer aan de buurt gedoneerd. Nou, hartstikke leuk. Ik zie hier echt al sokken. Ja. En sjaals. Sjaals, echt mutsen, poncho's. En het is echt van babymutsjes tot aan volwassenen mutsen. Ja. Echt van alles. Echt van alles. Is er een mooi plan voor een nieuwe Vogelbuurt? Bij de laatste renovatie willen we eigenlijk kijken of er in de bouw een nieuw locatie gebouwd kan worden. Een soort buurthuis. En of dat nou dat oude schoolgebouw is wat er nog staat, wat niet gebruikt wordt. Of dat het in het nieuwbouwproject een ruimte beschikbaar gesteld wordt. Dat is om het even. Maar daar zijn we nu wel over aan het onderhandelen. Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor je gesprek. En jullie bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Jan, AD de Dordtenaar. Lokaal nieuws. Ja. Hoe belangrijk is AD de Dordtenaar voor Dordt? Gebeurt er genoeg om in een krant te kunnen uitlichten? Ja, ik denk dat de primaire vraag is hoe belangrijk zou lokale journalistiek zijn voor de stad? En het antwoord op die vraag is extreem belangrijk. Want je hebt de controle op de macht nodig en journalisten vervullen nu eenmaal die rol. Ja. En als ik dan kijk naar AD de Dordtenaar, dan denk ik dat daar wel een slag te maken is. Ja. Want dat is toch een wat uitgehold katern. Hè? Dat hoort bij een grotere concern. En die doen wel het nodige. En iedereen die er werkt zal ongetwijfeld heel erg hard zijn of haar best doen. Ja. Maar dus de lokale journalistiek zou volgens mij veel beter versterkt moeten worden. Ik heb alleen nog geen oplossing waar dan dat geld vandaan moet komen. Dus ik zie wel het probleem van de teloorgang van geschreven media. Ja. Maar als je nou echt alleen kijkt naar dat katern AD de Dordtenaar, even niet naar het voorkatern en even niet naar de sport en alle andere issues, maar alleen je lokale nieuws. Ja. Dan kun je je echt afvragen van hoe onderscheidt AD de Dordtenaar zich nu van de stem van Dordt? Ja. Of die andere blaadjes die je sowieso al gratis op je deurmat krijgt. Yeah. En ik zou heel graag willen dat ze wel het verschil maken. Dus dat is heel, heel erg lastig. Ik zou bijna zeggen, er is maar één ding waarvoor ik die krant echt het liefst in mijn handen zou grijpen. Dat is dat Kees Ties zo vaak een heel erg to the point een aardig stukje weet te produceren. Absoluut. Over dat wat er echt Wat er echt gebeurt en wat echt belangrijk is. Ja. En hij durft ook wel te zeggen wat hij denkt. Ja, dus dat vind ik heel mooi. Ik bedoel, als ik even terugkijk, het laatste stukje wat me helder voor de geest staat is over Drie Vriendenhof. En onze Ierse supermarkt kledingketen daar, die daar zit. Ja. Dat had hij wel heel fraai en heel goed beschreven. Maar wat ik, als ik dan zelf doorredeneer, wat de journalistiek op dat moment miste en ook in de aanloop heeft gemist. Ja. Ik heb niks gelezen over de achtergronden van Primark toen het ontstond. Ik heb nauwelijks een kritische kanttekening gezien toen het voltallige college stond te glimmen van trots bij de opening. Terwijl het best het een en ander te zeggen is over dat wat die ketens al dan niet toevoegen aan het centrum van jouw stad. Ja, absoluut.
Absoluut. Ja. Dus AD de Dordtenaar heeft een belangrijke taak, een belangrijke rol. En ik zou ze gunnen dat ze meer ruimte en menskracht krijgen om dat echt waar te maken. Ja, ja, dat valt mij ook op. Dat er wordt in AD de Dordtenaar toch weinig ingegaan op de hele belangrijke dingen. En het zijn vaak wat knullige artikelen over dingetjes die er gebeurd zijn in de gemeente. We hebben het gehad over websites als Argu en Nieuw Dordspel en mensen die hun mening willen geven. Als ik op Facebook kijk en ik volg daar AD de Dordtenaar en ik zie wat voor reacties mensen allemaal achterlaten onder nieuwsberichten. Soms zou je het alleen daarvoor nog maar doen. Gewoon kijken wat mensen ergens van vinden en of het nou wel of geen gegronde mening is. Als je me dat zo vertelt, dan denk ik van daar heb je een punt. Maar bij het veranderende medialandschap hoort ook dat Facebook belangrijker wordt. Ja. Maar pas op voor hoe Facebook werkt. Want jouw timeline op Facebook ziet er anders uit dan de mijne. En afhankelijk van wat jij liked en leuk vindt, kleurt jouw Facebookpagina of jouw timeline zich op een bepaalde manier richting dat nieuws wat jij leuk vindt. Ja. Maar waar je als onafhankelijke krant, als journalistiek wel gebruik van zou kunnen maken, ook om dat gat te vullen tussen te weinig budget en de behoefte om die stad goed te verslaan, is om burgerjournalisten in het leven te roepen. Is om gebruik te maken van dat wat mensen in de stad spontaan achterlaten. Ja. Op Facebook of op andere plekken, over dat wat hen raakt in die stad. Ja. Maak daar gebruik van, want dan kun je je menskracht verdubbelen om een veel boeiender katern te maken. Dus we zouden eigenlijk meer mensen als Kees Ties moeten hebben. Kees Ties heeft natuurlijk uitstekend voeling met die stad. Maar er dient zich spontaan voldoende aan. Als ik een heel klein voorbeeldje geef. Het is inmiddels begonnen volgens mij. 140 jaar geleden woonde Vincent van Gogh korte tijd in Dordrecht. Hij was nog niet beroemd als kunstenaar. Hij wou volgens mij nog dominee worden. Dat klopt. En werkte in de boekenzaak. Ja. Waar hij eigenlijk een scheidpeukenbaantje had, want hij hield er niet zo heel erg van. Als ik dan kijk naar AD de Dordtenaar, daar staat dan wel een stukje in over wat het VVV gaat doen met Vincent van Gogh en Dordrecht. Ja. Maar de echte initiatiefnemers, dat was Hans Berrevoets, dat was Ilse van Donkelaar, dat was een man van de christelijke boekhandel. Die zijn nauwelijks aan bod geweest in AD de Dordtenaar. Dat klopt. Daar ligt echt de kiem, daar ligt de wieg van dat project. En dat had je heel leuk in dat katern kunnen krijgen. Als je gebruik zou hebben gemaakt van mensen in de stad die daar zich ook op betrokken voelen. Ja. En dan maak je heel leuk nieuws. Volgens mij tegen relatief lage kosten. Ja. En het verhoogt de leesbaarheid van die krant. Want ik weet niet hoe het jou vergaat, maar het zijn inderdaad tamelijk brave persgesprekken met de gemeente. De onderwerpen worden afgekaderd, leiden tot een leuk stukje. En dat maar is het is karige journalistiek. Ja. Het is volgens mij journalistiek waar zelfs de journalist niet blij van wordt. Terwijl die mensen gewoon heel graag hun vak willen uitoefenen. Dat wil iedereen. Ja, absoluut. Absoluut. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Dus daar is een wereld te winnen. Maar ze moeten opboksen tegen de social media natuurlijk. Ja, dat is het. Hè? En wat ik niet slim vind van AD de Dordtenaar, dat verklap ik dan maar. Ik heb geen abonnement. Hè? Nee. Nee. Maar dat wat relevant is en wat ik graag wil lezen, dat komt via Twitter, via hun eigen account, gewoon bij mij binnen. Hè? Ja. Niks betaalmuur. Ik kan het gewoon lezen. Het overal vinden en overal lezen. Kees Ties, ik lees hem graag en ik lees hem altijd gewoon via Kees Ties. Niet via AD de Dordtenaar. Nee. Dus je kunt voor een deel nog iets meer afschermen, zodat je meer sales hebt uit je eigen effort. Ja. Want dat laten ze gewoon echt liggen, dus dat is niet slim. Nee. En voor een deel kun je ook je social media heel slim inzetten om die krant ook weer aantrekkelijker te maken. Ik moet af en toe tegen een betaalmuur oplopen, want dan ga ik gewoon dat artikel wel kopen. Ik vind het overigens heel goed dat je nieuws per artikel kunt kopen. Ik bedoel, waarom een heel katern? Ja. Als ik iets wil weten over een specifiek onderwerp, wil ik één artikel. Ja, het grootste deel dus dat lees hoort, je dat, toch dat, niet. Dat hoort bij deze samenleving. Ja. Dus daar heb je ook een blender voor, maar dat covert het landelijke nieuws. Ja, maar lokaal kun je het net volgens mij iets handiger inrichten dan dat ze doen. Ja, er gebeurt genoeg.
Ja. Is genoeg te doen, gaat genoeg gebeuren. Nee, joh, maar Dordrecht bruist. Ik bedoel, daar gebeuren zoveel leuke dingen. Ja. Waar je zo weinig over leest eigenlijk. Ja, dan moet je allerlei lokale initiatieven echt op Facebook en anderszins gaan volgen. Ja. Ja. Bied dat een platform, doe er wat aan. Of het nou DOC betreft, of DOOR, of Pictura, of een galerie, of de Voorlees-Express, of wat er in de buitenwacht. Er zijn voorbeelden zat te noemen in deze stad, waar gewoon de energie van afspat. En zelfs als de energie ervan afspat, leidt dat tot twee kolommen in de krant waarvan je denkt, boring. Want er wordt nooit echt een mening gegeven. Nee. Dus maak er wat van. Ja, de enige mening is dan inderdaad een column. Een columnist. Ja. Maar ja, die is besteld voor een mening volgens mij. Precies, ja. Nou, bedankt weer voor je inzicht. Dit was Kroegpraat. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week bij Dordtse Koppen.